gaan deze middag drie keer ruim een half uur muziek maken. Tsjechische muziek, maar ook Nederlandstalige muziek. Amerikaanse muziek, country, van alles komt er tussendoor. Dus we gaan drie keer een half uur lekker Boxtel een beetje laten bruisen. Center manager, vier weken actief. Vertel eens, hoe is het gegaan tot nu toe? Nou ja, sowieso om eerst wat direct te zetten, ik ben geen centrum manager. Ik ben coördinerend voor het Bruisende Centrum. Ik ben ons centrum ondersteuner. Maar ja, de afgelopen drie weken waren top. En we zijn nu afgetrapt met dit weekend met een springkus op de achtergrond, zoals je ziet. En dan gaan we de komende weken gaan we zeker nog elk weekend wat bieden. Vandaag Brugge's Muziekske. Volgend weekend staat daar weer een achtergrondmuziekje bij. Dan gaan we de kermis. Originele kermisweek gaan we wat doen. Ja, ze proberen een beetje continuïteit te bieden. En ze proberen we het centrum in ieder geval iets bruisender te maken. Volgende week zondag hebben we een roodvogelshow voor de kinderen. In de middag twee shows. Ik heb gisteren toevallig akkoord gehad voor een Boxtel hondenclub. Die gaan een hondendemonstratie geven. We gaan Radio JND gaan we met een live truck gaan we drie dagen live radio maken vanaf de markt. Ja, wat gaan we nog meer doen? We gaan springkussen zetten. We gaan rekening houden met het warme weer wat er aan zit te komen. Dus ja, we gaan in ieder geval wel proberen genoeg te doen, laat ik het zo zeggen. We gaan in ieder geval wel proberen om dit langdurig door te trekken en we gaan met elkaar telkens evalueren tot wanneer we dat gaan doen. Daar zal richting de kerst zal daar ook weer activiteiten bij zijn. Volgend jaar zitten we, als het door mag gaan met de corona, zitten we met het EK voetbal waar we wellicht iets mee kunnen doen. Dus we proberen daarin zo kort mogelijk te schakelen met de plaatselijke ondernemers en we proberen daar zo kort mogelijk met de agenda en de weersomstandigheden rekening te houden. We gaan een lekker loempiaatje kopen. Ja, die zijn heerlijk. Ja, die zijn fantastisch. Koopt u die iedere week? Nee, niet iedere week, maar wel regelmatig. Ja. En zo lekker s'avonds eventjes op de avond. Ja, lekker sausje erbij. Ja, heerlijk. Komt helemaal goed. Ja. We hebben voor iets lekkers. Het is gewoon een loempje. Oh, dit is een loempje. Ik dacht dat het van die kleintjes waren. Oh, dat zijn mini loempjes. Nou, deze zijn een normale maat. Wacht, ik ga mijn eigen lekker verwennen. Ja, natuurlijk. Dat is bij vrijdagochtend ritueel, allerlei boodschappen doen en een loempje erbij. Afsluit een loempje. Ja. Goed voor uw eigen zorgen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, je moet altijd door het niet, dus. Altijd op de markt. Ja, speciaal altijd op de markt. Ja. Ja. En heb je daar een reden voor? Is het omdat het makkelijk is? Of waarom ga je hier naartoe? Ik ben het gewoon gewend en ik vind haar wel heel aardig. En ik vind het wel gezellig. Ja, is ook leuk. Ja. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. En klant. Eigenlijk zijn de dieren ook de klant, alleen moeten wij het voor ze kopen. Hè? Ja. Ze kunnen het zelf niet. Nee. Ja, we moeten er goed voor zorgen. Zeker weten, zeker weten. Ja. Een mooie kraam vind ik dit altijd. Echt heel puur, toch? Maar je doet wel hard werken, zie ik. Ja, ik was al voor 5:30 hier vanmorgen. En jij hebt veel verse appeltjes voor Veerle? Ja, 2 kilo. 2 kilo? 2 kilo.
Iedere vrijdagochtend op de markt? Iedere vrijdagochtend op de markt. En we haalden dan allemaal iedere keer hetzelfde een beetje zo? Dezelfde kramen? Ja, meestal wel ja. Dan tel je vast, vast klanten zo. Je hebt vast punten waar je heen gaat. Kippetje, lekker kippetje halen, nootjes halen, erg lekker. Groente en fruit altijd. Ja, dus. Soms een visje. Jullie staat ook al heel lang op de markt. Hè? Heel lang. Ja. Hoe lang? Dat weet ik ook niet dat meer. Dat weet ik al niet meer. Want dat is jullie pa en ma. Ja, en mijn opa en mijn oma. Ja. Dus. En nou runde jij de boel? Nou, doe ik het een beetje. Ja. Nou, helemaal leuk. Ja, maar dan hou ik jou niet op als jij het zo druk hebt, hè? Goed. Succes, hè? Jo. Dan zitten ze aan de koffie. Bijna. Ik heb de cappuccino op. En iedere vrijdagochtend... Iedere vrijdag af. Wie gaat die broek maken? Gaat het zelf maken? Ja. Dit is een soort Alenka. Ja. Maar er zit geen rek in. Hier zit rek in. Hoe duur is dit? Dit kost 6 euro. Die is 14,95 euro.